Ruim 300 Nijmegenaren hielden zaterdagmiddag een protest in het Valkhofpark tegen de bouw van de Donjon. De constructie die in de plannen staat, die afgelopen week zijn gepresenteerd, deugt volgens initiatiefnemer van de demonstratie Huub Bellemakers van geen kant. We staan hier vandaag omdat er van de week zijn er nieuwe plannen voor de Donjon gepresenteerd. En dat is een hele goede reden om weer met z'n allen te protesteren tegen het bouwen van zo'n rare neptoren hier op het Valkhofpark. Volgens mij moet de toren er niet komen omdat A, het historisch onzin is. B, het zonde is van dit theorie fantastische park met zijn eigen geschiedenis. En C, omdat de hele constructie voor geen meter deugt. Nou, er is een referendum geweest in 2006. In de afgelopen 11 jaar hebben de mensen die voor de bouw van de toren zijn, hebben geen financiering bij elkaar kunnen krijgen. Die hebben geen exploitant gevonden. En het blijkt nou gewoon dat er ook een neptoren komt. Dus ja, dan wordt het ook wel tijd om gewoon te zeggen, oké, toen we op vage plannen heeft de bevolking ja gezegd. Maar nou moet je dapper zijn en gewoon nee zeggen. Ik ben tegen nieuwbouw. Dit is nu een mooi rustig park. En alle dingen die ze nu verzonnen hebben om in dit park neer te zetten, inclusief het uitzicht, al die dingen kun je al elders in het centrum doen. En alles wat nu bedacht is voor het park, tast gewoon dit park aan. Over 10 jaar zullen de mensen die hier van dit park willen genieten van een koude kermis thuiskomen. Een paar argumenten zijn heel erg goed. Ga vooral naar Museum het Valkhof toe als je meer over Nijmegen wil weten. De cultuurhistorie is absoluut belangrijk. Maar dat moet je niet hier op het Valkhof doen. In een nieuwe toren van beton, het lijkt nergens op. Het is helemaal niet verantwoord. Je kunt historisch gezien helemaal niet verantwoorden dat hier zo'n Eftelingtoren komt te staan. Plannen na de demonstratie heb ik eerlijk gezegd nog niet. Ik heb nu gericht op deze demonstratie. Maar ik heb nu al zoveel aanbiedingen gekregen van mensen die verder willen denken over wat we kunnen gaan doen nog. Dus daar komt zeker een vervolg op. De gemeente moet er ook aan denken dat er binnenkort gemeenteraadsverkiezingen zijn. De gemeente moet niet in zee gaan met een verzonnen firma die straks de gemeente, en daar ben ik bang voor, alleen maar geld gaat kosten. Ik vind het belangrijk dat het park blijft. En als mensen een uitkijktoren in deze stad willen hebben, dan zijn er nog genoeg andere plekken waar je dat neer zou kunnen zetten.